Ik zeg het, ik zeg het, ik zeg het, ik zeg het hardop. Het zou vaccinatiegraad kunnen zijn. Hij zou een spasme kunnen hebben. Zou geboren kunnen zijn. Hij zou niet hebben gegeten. Niet hebben geslapen. Van alles. Het zou vaccinatieschade kunnen zijn. Zou van alles kunnen zijn. Weet maar u riep net, kom door het vaccin. Dat riep u net. Dat riep u niet met deze argumentatie. Nee, maar kijk, zo kunnen jullie van alles knippen en plakken. Nee, we knippen niks. Beste kijkers, wat hier net gebeurde is echt waar. Deze beste man riep naar een man hierachter. Kijk ook even naar YouTube, naar John Wick. John Wick. Maar wat deze man net deed, dat slaat natuurlijk nergens op. Nou, dat vindt de meneer en dat is zijn mening. Hij riep naar een man die in elkaar stortte net. Een man die waarschijnlijk een handicap heeft. Met bij vaccinatieschade. We kunnen maar natuurlijk... Neemt u dit nou terug of Nee, ik hoef niks terug te nemen, want het was een van de mogelijkheden die er zou kunnen bestaan waar de man mogelijkerwijs last van heeft. Is ja, wetenschap, is dat een feit? Ja, ligt eraan hoe je wetenschap gebruikt. Onderzoekers die daar jaren voor gestudeerd hebben, is dat een feit of is dat onzin? Mijn onderzoek gaat wat verder terug. Dat gaat dat het niet alleen bij wat er door de wetenschappers, de gevestigde orde, allemaal geregeld is. Nee. Ik heb het hier over hogere deeltjes, fysica, hogere wiskunde. Over de testen die ze bij CERN doen, hè, dat is allemaal wetenschap. Maar ook bij CERN weten ze niet helemaal... gaat het goed, jongens? Ze weten niet allemaal precies wat ze doen. Dus als er een deeltjesversneller wordt gemaakt, hè, dan noemen ze dat wetenschap. En als je dan gewoon de leek uitlegt dat ze in hogere dimensies aan het communiceren zijn, via de deeltjesversneller, hè, dan gaat iedereen dat hun verstand erboven. Waar heeft u dit van? Waar komt dit allemaal vandaan? Deze dat komt gewoon van CERN en van de website en van de wetenschappers zelf. Ja. Kijk, als een wetenschapper op tv zegt, we maken berekeningen in andere dimensies, ja, dan zei iedereen, oh jeetje, wauw, heeft die LSD op? Nee, dat was iemand aan CERN. Iemand die aan de deeltjes versnellen, daar werkt. En hogere deeltjes, hogere wiskunde doet. Waar je het hebt over Higgs boson, de God particle. Nou, als ze daarmee gaan lopen rotzooien, dan kan het wetenschap zijn. Maar zowel Einstein als volgens mij ook, weet je die andere nou ook weer, Hawkins. Stephen Hawking. Die zei, oh goed, als jullie daarmee gaan lopen rotzooien, hè, en daarin volgens mij was Einstein ook nog wel atheïst ook nog. Hij zegt, nou dan is de mogelijkheid dat jullie de fabriek of het universum losdraaien. Dus, nee, maar ik weet het, we zijn er nog steeds niet uit en we moeten nog onderzoek doen wat deze man mogelijkerwijs heeft. En waarom hij zonder begeleider en zonder krukken op straat rondloopt. En of hij misschien een psychische stoornis heeft en of vaccinatieschade of slecht geslapen of te veel drugs heeft gebruikt. Maar dan wil ik toch nog even voor de laatste keer terug naar het onderwerp van net. Wetenschap. En dan kijk ook uw camera in, deze ja, ja. man die nu aan het filmen is, die riep tegen een zwak begaafd. Ja, dat weet je ook niet. Ja, wel, weer een aanname. Nee, dat aanname. Dat kun je zien. Nee. Staat waarschijnlijk voor onze camera en anders. Nee, je weet niet of... Nee, dat weet je nooit. Je weet nooit. Nee, meneer. Ik blijf erbij, dat was mogelijk wat hij daar deed. Nee, maar dat weet je ook niet. Neemt u dat terug? Waarom zou ik in hemelsnaam de mogelijkheden terugnemen? Neemt u terug dat u aan een zwakbegaafd persoon... Dat weet je niet. Hoe weet je dat hij zwakbegaafd is? Dat... Nu maak jij de aanname en jij de belediging. Nee, dat is geen aanname. Dat is iets wat een gezond... Nee, dat moet door een specialist uit... Nee, niet met een gezond verstand. Iedereen dat weet met een specialist. Gezond verstand ziet dat wat die man heeft. Waarschijnlijk medisch ook. Oh, heerlijk. Waarschijnlijk medisch gecontroleerd. Waarschijnlijk. Dus je maakt de ene na de andere aanname en nu zet je iemand neer als zwak begraafd. Terwijl hij misschien slecht geslapen kan hebben. Wauw, jongen. Slecht geslapen kan hebben, man. Laat nee, dat weet ik niet. Bent u huisarts? Nee, maar ik vertrouw wel op huisartsen mij al jaren. Bent u psycholoog? Ik vertrouw op mijn biologielessen die ik krijg. Oh ja, maar dat ik vertrouw niet op iemand die naar een zwak begraafd persoon schreeuwt. Dat weet ik niet. Vaccinatieschade, dat is mogelijk, meneer. Niet. Dat weet je nergens niet. Op. Dat is wat u net heeft gedaan. Nee, ik zeg, wat ga je dan? Is het mogelijk vaccinatieschade? En daarna ging ons gesprek verder, want ik zei het hardop. En dat was, nou, vaccinatieschade, slecht geslapen. Maar nu, deze man zegt dus, hier mensen, dit is interessant, even voor YouTube, voor John Wick. Dit is interessant, deze man zegt dat hij weet en kan doen opmaken of deze man zwak begaafd is. Ja, of dat hij andere problemen heeft. Dat kan ik inderdaad. Oké, dus deze man is, bent u gelicentieerd psycholoog? Nee. Heeft u hem onderzocht? Nee, maar ik heb wel gezond verstand en ik schreeuw niet naar mensen. Nee, daar heeft u geen gezond verstand. Ik heb wel zeker wel gezond verstand, want ik schreeuw namelijk niet naar mensen. Nee, ik schreeuw niet. Zwak begaafd zijn. Stond het toch op? Draai even terug. Nee, ik vroeg het hardop. Terug. We vroegen niet, u riep die man iets toe. Nee. Hij viel neer en dacht, goh, zou het vaccinatieschade zijn? Nu leg je me... In ieder geval, je legt me de toon en het volume in de mond. Ja, en als zo het iets aan... het ook.
Het was ontzettend vaak. Maar ik vind, blijft, heren, dames, heel even tussendoor. Nergens op wat hij deed. Ik ben een walgelijke man, durf ik te zeggen. Hier in uw gezicht te zeggen. Het sloeg nergens op wat hij daar deed. Dus u weet zeker dat die man die we daar, deze man die daar toen net viel. Ja, dat is ook asociaal, moet ik zeggen. Dat nee. Jullie staan ook te filmen, sorry, de pot verwijt de ketel. Nee, u bent dus psycholoog en huisarts en u weet dat deze man mogelijk... Wie maakt hier nou de mogelijke opmerkingen? Ja, u, wat u doet. Nee, ik zeg, kan het vaccinatieschade zijn? En dan zeg jij, het is zwak begaafd. Ja. U kan het misschien niet geslapen hebben. Misschien, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Deze argumentatie wat u nu op uw eigen beeld zegt, heeft u niet gezegd. Dit is heel mooi meegenomen om mij zo neer te zetten. Natuurlijk. Ja, nee, dat doe je zelf. Dat doe je zelf. Het was walgelijk wat hij daar deed. En nee, dat is niet walgelijk. Jij trekt het uit zijn verband. Je moet nog iets beter doorstuderen als je een nieuwe wereldorde journalist wil worden. Bill Gates bestuurt de wereld, mensen. Het is heel normaal tegenwoordig om in 2021, bijna 2022... om naar mensen op straat die in elkaar vallen te schreeuwen vaccinatieschade. Dat is waar we mee bezig zijn. 2021, ja, dan zeg ik even, je moet nog veel... Oh, jammer. Kijk even op YouTube waar ik in mijn kaar geslagen word door politie, bij politie... sorry, dat ging een fout. Nou, heerlijk. Dat ging hem dus niet lukken. Huh? En de man maakte de meest walgelijke aannames. En je weet het niet. Nou, geluk.